the landscape will look like in 5 years? It's a difficult question. Ik denk dat gewoon we nog maar aan het begin staan van alle mogelijkheden. Ik denk dat data uiteindelijk een onmisbare asset wordt voor ieder bedrijf in Nederland. Als je dat ook vindt, dan is dit een goede plek om daar inspiratie en ideeën voor op te doen. Ik denk echt dat de Data Expo een soort snoepwinkel is voor wat betreft data. Leren van anderen, dat maakt het interessant om hier naartoe te komen. Je leert ook dingen waarvan je van tevoren niet wist dat je ze had moeten leren. Ik heb van heel veel exposanten informatie gehad over security, over datamodellen die we kunnen gebruiken en welke technologieën er allemaal al zijn. En dat komt hier allemaal samen. Succesvolle datagedreven innovatie is van levensbelang voor organisaties. Data Expo stands out because of the right balance between content, but also commercial opportunities. Er staan hier allerlei stands van softwarebedrijven tot consultancybedrijven, maar ook heel veel kleinere bedrijven rondom allerlei verschillende dataonderwerpen. En het is gewoon een goed evenement om nieuwe mensen te leren kennen. There's many interesting people to meet, so for everybody there's something to take home and improve your knowledge about this field. I found it captivating and exhilarating to talk with my peers and discuss the potential future of data and how to work with this data efficiently. Een bezoek kan je sowieso nieuwe energie opleveren, een idee om morgen aan het werk te gaan. Should be here because data is future, and in order to understand how it works, we should learn from each other because you cannot know everything. Ik denk hoe het datalandschap over 5 jaar eruit ziet. Is natuurlijk de grote hamvraag voor iedereen, maar het zal zeker niet minder geworden zijn. Er zal veel meer aandacht zijn voor cybersecurity, ben ik van overtuigd. Persoonlijk geloof ik er wel in dat data je echt een competitief voordeel kan geven als je dat op de juiste manier inzet. Ik denk over 5 jaar dat het voor veel bedrijven een nog onmisbaar onderdeel is geworden dan dat het wellicht nu al is. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het eruit ziet.